De heer Jansen heeft nog een vraag voor u. Ja, voorzitter. Op die, die uitspraak van de heer Van der Linden, dat zegt van bij de VVD zijn we er niet zo voor dat de minister of een van zijn collega's, neem ik dan aan, iets gaat doen aan de verhouding tussen lening en hoogte van het inkomen of tussen lening en hoogte van of de waarde van de woning, die LTI en LTV. Nou heeft de commissie Koster Koper, en er zat ook echt mevrouw de Boer van de VVD-fractie ook in, heeft een aantal aanbevelingen gedaan die juist op dat punt zeggen van er moet wel wat gebeuren. Zou op zijn minst in ieder geval moeten verkennen die richting. Beluister nou goed dat de heer Van der Linden afstand neemt zeg maar, van dat deel van de aanbevelingen. Ja. Ik wil. Meneer Van der Linden, vervolgt u uw betoog. Goed. Voorzitter, ik was nog even blijven hangen op het punt van deregulering. We hebben een eerste stapje in ieder geval gezet met de huisvestingswet vanmiddag, waar in ieder geval gelukkig met brede steun van de Kamer iets meer ruimte komt voor verbouwingen. Wellicht dat dat iets scheelt. Een volgende punt is de goede aansluiting tussen koopmarkt en huurmarkt. Met alle goede bewegingen die op dit moment gaande zijn, zit er nog steeds een groot probleem in het segment, zeg maar, huur tussen de 700 en de 1000 euro. We hebben daarvoor particuliere investeringen nodig. Vastgoedbelang heeft enkele jaren geleden al aangegeven dat het met gemak 40.000 woningen zou kunnen realiseren. Institutionele beleggers zijn zeer geïnteresseerd in de huurmarkt. Dat vergt een gelijk speelveld en wij kijken met extra veel belangstelling uit naar de novelle die wij hopelijk nog voor de zomer bespreken en waar het ook gaat over taakafbakening van woningcorporaties. En een lastiger aspect daaraan vind ik aanbeveling 16 van de commissie, waar het gaat over de value gap tussen huursector en koopsector. Met andere woorden, krijg je in de huursector niet te veel waar voor je geld, waardoor die doorstroming wordt bemoeilijkt. Nog een woord over de hypotheekmarkt. Ik luister bij mijn collega's wat angst voor de internationale kapitaalmarkt en het securitiseren van producten. Ik denk juist dat dat noodzakelijk is om juist hypotheekverlening goed op gang te laten komen. En ik vraag de minister ook. Hij heeft de Kamer een evaluatie toegezegd over hoe hypotheekverlening de laatste tijd geschieden is. Nu de AVM weer iets meer ruimte biedt en we weer wat meer door inkomensplaatjes heen kunnen kijken, kan de minister daar iets over zeggen. De loan-to-value ratio is terug naar 100% over een paar jaar. VVD wil nu alvast nadrukkelijk aantekenen dat we er niet voor zijn om die verder terug te brengen naar 80% bijvoorbeeld. Tussen 100% en kostenkoper ligt dan nog de starterslening. En ook ik zou graag van de minister horen hoe hij aankijkt tegen de kritiek van Bouwend Nederland op die startersleningen. Want behalve de extra eisen die allerlei gemeenten stellen, begrijp ik dat er ook een hoge afsluitprovisie op zit. Voorzitter, ik denk dat ik nog één punt. Kan de minister nog ingaan op het recht van koop voor huurders in sociale huisvesting? VVD heeft daar in het verleden voor gepleit. Het zou toch mogelijk moeten zijn om op een goed moment je huurhuis waar je al jaren in woont te kopen. Is de minister bereid daar onderzoek naar te doen? En hoe kijkt hij daar zelf tegenaan? Voorzitter, vrijheid is zonder gedoe iets kunnen bouwen op je eigen grond. Een eigen woning is de beste garantie voor betrokkenheid bij je buurt, eigen verantwoordelijkheid voor je onderdak en een garantie voor een investering voor na je pensioen. Daar wou ik bij laten. Dank u wel.